Hallo allemaal, Lommerslikum hier en ik ben weer aan het knallen in de Shimakaze, jazeker. Uh, we zitten al een uh, minuutje of vier in de game en ik ben aan het kijken of ik uh, iets goeds kan raken. En ik zie daar een andere Shimakaze aankomen, die wordt flink onderhanden genomen. Maar uh, zoals altijd is, zijn de Shimakazes natuurlijk top prioriteit. Dus ik gooi even voor alle zekerheid... Al mijn torpedo's het water in. En ik zorg dat ik in ieder geval uit zijn reach ben. En die lopen mooi die kant op. Kijk eens jongens. 3x5, 15 vijf, torpedo's die kant op. En als hij zijn best blijft doen, dan uh, moet dat goed komen. Uh, ik denk er nog even over na om te schieten. Maar er ligt genoeg ander spul in de buurt. Uh, dus ik doe het even niet. Hij verdwijnt ook redelijk rap van mijn radar af. En natuurlijk is de vraag: gaat hij draaien of niet? Dat is natuurlijk de vraag. We kunnen het niet zien, dus dat is een kwestie van afwachten. Maar ik kan je nu al vertellen: Bengel, jazeker. De eerste kill en First Blood. Goed, dan gaan we even verder kijken. En uh, Montana, North Carolina, er zijn heel veel leuke schepen hier in de buurt. En uh, eentje die inderdaad al. Um, he, ze gaan allemaal richting um, B, om het zo maar even te zeggen. Of nou, ze gaan richting B. Dus ik ga ook uh, die kant op kijken of ik mee kan helpen met capturen. En uh, daar vandaan uh, punten scoren voor natuurlijk het team. Um, de Shima. Ik heb nu een paar potjes gespeeld. Ik heb inderdaad uh, eigenlijk niks aangepast sinds de laatste keer dat ik een filmpje heb gemaakt. En uh, ik vind het gewoon echt een leuk schip. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen hiermee willen spelen. En zeker ten opzichte van de Kadero is het gewoon echt een verademing. En daar ben ik dan detected. Er ligt een Fubuki. Die moet kapot. Dus nemen we die onderhanden. Hij trekt zijn smokescreen op. Toch nog twee hits kunnen raken Maar gelukkig. En um, hij komt er nog even uit. Hè. Als je een smokescreen popt, zorgt dan altijd dat je stil bent. Ik gok daar ongeveer. En. Ja, dat kan natuurlijk niet ongemerkt blijven. Eh, dus ik gooi even zelf ook mijn smokescreen op. Gooi hem in zijn achteruit. Stoppen, 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 stoppen. Ben gelukkig niet meer detected. Even een klein stukje achteruit. Want sommige mensen kunnen er rekening mee houden waar je ongeveer precies als laatste lag. En eh, dan gebeurt natuurlijk het wonderbaarlijke: BAM! Paar hits. Kleine hits, niet zo heel groot. Op mijn stuur. Ik hit 3 per. Die heeft toch een minuut cooldown. En eh, op dit moment denk ik van ja, ga ik kijken wat die verboekje gaat doen. Want die was wel heel erg hard bij mij weg aan het varen. Überhaupt ligt daar een smokescreen tussen. En ik lig ook nog half in mijn smokescreen. En ik ga gewoon kijken of ik dat battle, of die battleship daar te pakken kan krijgen. Je ziet daar torpedo's van onze grote vrienden eh, inkomen. En eh, ik kan hem eigenlijk nog niet raken. Uh, maar ik ga er wel in ieder geval naartoe. Er komt ook nog genoeg aan aan andere schepen, North Carolina. Had je. Uh, dus uh, die, ja, je weet het nooit. Gewoon er lekker in. En uh, ik wacht even af wat deze torpedo's doen. Want je kan wel je torpedo's schieten, maar ja, dat heeft niet altijd even veel nut. En die liggen trouwens goed op koers voor bijdoor, Maar hij draait er mooi tussendoor. Hij moet er eentje slikken. Bam, daar gaat hij. En toen dacht ik: van, Hé, hey, nou, dat gaat de goede kant op. Um, ik ga eventjes wat dichterbij. Zorg natuurlijk dat ik niet binnen bereik ben 6 kilometer bereik. Daarom heb ik de 8 kilometer torpedo's geladen. En kijk eens: hij bietst hem. Hij bietst hem gewoon. Even de turbo erop zodat ik weg kan. En ehm, ik gooi er even een paar torpedo's heen. Dat was natuurlijk dom. Want als ik goed had gekeken. had Ik gezien dat hij flooding is. En ook nog ehm, eh, waarschijnlijk in de fik stond. Dus dit hardsetje had ik kunnen be besparen. Ik ben wel gezien. Of ik was heel even te zien. Hij is inmiddels stuk. Dus dan ben je weer ongezien. En ik ga gewoon eens even kijken. Wat voor mooi ander spul er nog is. Daar ligt de Montana. En op 4,8. Wat is het, 7,4 kilometer? Ik kan het net niet zien, ligt die North Carolina. Maar die Montana is natuurlijk een veel mooier target. Dus daar gaan ook even wat torpedo's omheen. Eentje erop. En deze snap ik niet helemaal zo zelf. En nog eentje erop. En zorgen dat we buiten zijn range blijven. 8 kilometer gaan de torpjes maar. Dus dat is altijd wel eventjes spannend. En duidelijk, het is heel duidelijk dat hij de minimap niet in de gaten houdt. Want anders had hij kunnen zien, net toen ik gespot was, dat ik ongeveer deze kant op liep. En eh, een beetje destroyer eh, van dit level, die weet dat je minstens eh, drie setjes van vier torpedo's op een rij af kan schieten. En zes hits, zes key flooding en het is gedaan met die Montana. Ja, zeker. Nog even kijken of dat waar was, want ik kon het zelf al niet helemaal geloven. Maar zeker, hij is kapot. En inmiddels hebben we alweer twee schepen gezonken. En een heleboel damage gedaan met mijn torpedo's. Goed, gaan we weer terug het veld in. Dat moet ik wel. Ik moet nog even veertien seconden wachten tot ik kan herladen. Maar goed, die, uh, de volgende dient zich al aan. Ik kan net niet lezen wat het is. Oh, te Volgens mij is het North Carolina. Uh, mijn excuses, nogmaals, ik zeg al vaker. Maar als ik aan het, uh, het na-inspreek. Dan uh, is het scherm vrij onscherp waar ik op kan kijken wat ik moet zeggen. Uh, dus ik kan het af en toe niet helemaal zien. Maar volgens mij is dit de North Carolina. En anders mijn welgemeen excuses. Die loopt lekker deze kant op. Dus torpedo's weer naar buiten. En uh, kijken of hij dezelfde kant op blijft varen. Uh, blijf ook niet geconcentreerd op eventueel dezelfde uh, schepen. Terwijl die er wel heel erg lekker voor ligt. Broadside, oeh... Maar ik kan even niks, want ik moet nog een aantal seconden wachten. Ze zijn nu geladen. Oh kijk eens, het is een kruiser. 1, 2, bam en bedankt. Jawel, hartstikke goed. Die is ook weg, dat is nummer 3. En je ziet dus weer, eh, 3 kills. Eh, alle drie de capture points. En zij hebben 56 punten en wij 963. En die loopt echt rap op hoor, 12 per, per zoveel seconden. En we, weldra hebben wij gewonnen. Ik wilde eigenlijk nog eventjes daarheen. Om uh, nog meer damage te doen. Maar ja, weet je. Die tijd is nou eenmaal niet. Dus we gaan uh, gewoon uh, winnen. Jawel. Emissie Makaze. Drie hitjes. Lekker veel damage. Maar kijk even naar het eindresultaat. Moet je opletten. 455.000 uh, Credits. 3009 uh, Experience. En 151 vrije sp en ik heb ruim 114.000 damage gedaan. Ik sta op nummer 1. En uh, eigenlijk hebben we ontzettend weinig afgeschoten en toch gewonnen. Maar moet je eens even kijken. Die Montana, 71.000 damage. En dit heb ik dan binnengehaald. Ruim 4 ton. En natuurlijk die 309.000 experience. Waar ik niet zoveel meer aan heb. Maar goed, dat maakt eventjes niet uit. Hè? Um, free experience en natuurlijk voor je commander is het heel erg goed. Want die blijf je natuurlijk gewoon updaten. Dit was het eventjes voor nu. Voor nu. Voor nu. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Heb je vragen. Kan je ze natuurlijk altijd stellen. In de comment sectie. En. je uh, mijn filmpjes naar terug. Tof. Druk even op die duim omhoog knop. Uh, of word lid van mijn YouTube kanaal. He? We zijn onderweg naar de 200. Uh, Laatst stellen dat we ongeveer 146 uh, volgers hadden. En. Uh, uh, bij de 200 doe ik weer een grote tombola. Dus. Uh, word lid van mijn YouTube kanaal. Vind ik erg tof. Um, Nogmaals bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en tot op zee. Hoi hoi.